Hallo iedereen die kijkt naar ons. Het is een bijzondere dag vandaag. Ik heb een vision gezien over deze mevrouw naast mij 10 jaar geleden. Ik was nog steeds in Dokkum in Friesland. En nu, zij zit naast mij. Het is een miracle. Het is een wondering. En deze mevrouw is een heel bijzonder, bescheiden iemand. En een paar mensen hebben haar interview. Het is een cadeau dat ik mag haar interview vandaag. Hier is Mildred, naast mij, Saistra, naast mij. De eer samen te zijn en ons liefde te geven naar de wereld. Ik ga nu u vragen, ben u ook bezig in de spiritualiteit? Ja, ik ben zeker bezig met spiritualiteit. Ja. Hoe lang? Al heel lang. Ik denk al heel erg lang. Ik denk al toen ik nog heel erg jong was, heel erg klein was. En, maar dan kun je dat niet benoemen. Dan voel je van alles, dan ervaar je van alles. Maar dat benoem je niet. Dat is heel lastig. Ik had ook altijd wel veel angsten, denk ik ook dat het daardoor was. En dan stop je dat weer heel diep weg. En uiteindelijk ja, ben je dat toch weer, komt dat toch weer op je pad. Was je ook opgevoed in de christelijke manier? Ja, hele sterke, strenge christelijke traditie. Heel erg streng, gereformeerde ouders, gereformeerde moeder, hervormde vader. Maar heel liefdevol. Hele liefdevol mensen. Hele liefdevol. Mooi. Ouders. Ik zie ook nu naast mij een hele liefdevol vrouw. Veel intelligent, veel fantasie, dat we graag naar buiten in de wereld brengen. En wat ik wil graag vragen met u. Waarom u wil graag in de spiritualiteit gaan? Of deel van de ondergrond, van de achtergrond van u? Of u bent bezig te zoeken wie ben u? Ik denk allebei. Ik denk het eerste ook, maar het tweede ook. Ik wilde natuurlijk ook heel erg graag weten wie ik was en waar ik vandaan kwam. En ja, dat was gewoon een hele moeilijke weg. En dan kom je vanzelf, in aanvang kwam ik vanzelf aan de spirituele zijde. En ja, in aanvang ben ik daar ook wel wat sceptisch tegenover. Heb ik daar sceptisch tegenover gestaan, zeker. Mm-hmm. Maar langzamerhand zie ik natuurlijk wel dat er heel, heel veel mooie dingen om me heen gebeuren. En toen ben ik begonnen mezelf met universele energie. Ja, dan gaan er toch werelden voor je open. Mooi. En dan de christelijke manier van u. De ouders van u is niet teken aan omdat u bent bezig te zoeken in de spiritualiteit, te zoeken de achtergrond van u. En de ouders van u was niet tegen? Jawel. Tegen. Nou, die waren niet, omdat ik heb me daar nooit zo erg over uitgelaten tegen mijn ouders. Daar praatte ik niet zoveel over. En ik weet wel dat ik, als ik dan eens over reïncarnatie begon met mijn ouders, dan stond mijn vader bijna op met de Bijbel in de hand om te zeggen dat het wel heel zondig was om zo te moeten denken. En ik geloofde daar eigenlijk al meteen in. Oké, u praatte over uw vader, uw vader, Saistra. Ja. Maar er is ook iets geheim achter die achtergrond van u. Ja, ja. Ik ben geadopteerd. En ik heb natuurlijk vanaf mijn 4e jaar ben ik gaan zoeken naar mijn biologische... Nee, eigenlijk niet voor mijn 4e jaar. Ik wist het op mijn 4e jaar. Mm-hmm. Ik wist dat ik anders was. Ik voelde dat ik anders was. Mm-hmm. En mijn ouders en mijn moeder heeft mij al op heel jonge leeftijd verteld dat ik geadopteerd was. Mm-hmm. En dat was heel spannend en natuurlijk heel vreemd en ook heel moeilijk. Maar later, ik had zulke lieve ouders, dus ik heb daar ook nooit zo bij stilgestaan om daar iets mee te doen. Pas toen ik wat ouder werd zelf, toen dacht ik, ja, nou wil ik toch wel heel erg graag weten wie mijn echte biologische ouders zijn. Maar het was niet zo omdat ik het niet goed had. Dat moet ik erbij zeggen. Oké, maar u wil graag alleen weten wie is uw echte biologische ouders? Ja, waar liggen mijn Heeft u dan gevonden dan wie is de biologische ouders van u? Ja, ik heb in aanvang heb ik natuurlijk mijn moeder gezocht. Mijn moeder was heel belangrijk. Moeder daar, dat is de navelstreng. Hè, dus daar was ik heel benieuwd naar. Mijn ouders vonden dat heel moeilijk dat ik dat ging doen. Die vonden dat heel lastig. Die waren ook bang in aanvang dat ze mij kwijt zouden raken natuurlijk daardoor. En gelukkig zijn ze oud genoeg geworden om ze te laten zien dat dat niet zo was. Want ik heb natuurlijk toch fantastische ouders gehad die ik altijd trouw ben gebleven. Mm-hmm. En ik heb na een niet eens zo verschrikkelijk lange zoektocht mijn biologische moeder gevonden.
Die woonde destijds in Ierland. In Ierland. Heel ver weg. Ja. Maar toch haar gevonden, via. Mm-hmm. En zo ben ik bij haar terechtgekomen. Maar ze wilde in aanvang nog niet vertellen hoe u. Nee, maar ook helemaal niet met mij in contact. Het was een geheime manier. Ja. Was een geheime iemand, geheime manier. En royalty. Hè? Ja, zij wist dat wel. Ik wist dat toen nog absoluut niet, natuurlijk. Mm-hmm. Ik wist nergens iets van. En later, wanneer u komt achter dan, wie is uw echte vader? Nou, eerst natuurlijk alleen maar die moeder. Die vader interesseerde me helemaal niet zo erg. Mm. Ik was niet zo op weg op zoek naar mijn vader. Ik had mijn moeder voor de allereerste keer ontmoet. En het eerste wat ik deed was naar die buik kijken, want ik kwam uit een buik. Ja. Ik was nooit uit een buik gekomen. Mm. Mijn ouders zeiden tegen mij, althans mijn moeder, jij bent uit de hemel gekomen. Ze waren natuurlijk ook heel blij met mij. Heel blij, ja. Dus ik was nooit uit een buik gekomen. Mm-mm. En toen ik haar voor de allereerste keer zag, toen dacht ik, goh, daar. En ik keek natuurlijk heel erg naar haar gezicht. Mm. Ook een Indische vrouw. En dus ik keek heel erg naar haar gezicht. En ik had helemaal nog niet zo'n idee van, nou, die vader is belangrijk. En zij heeft toen uiteindelijk gezegd, van, ook bij de eerste ontmoeting, ik zal nooit, maar dan ook nooit vertellen wie je vader is. Ik zal het je nooit vertellen. Heeft u pijn in uw hart wanneer zij zeggen naar u, ik wil nooit vertellen wie uw vader is, omdat het is een van de grote liefden van haar. Ja. Geheim liefde en grote liefde. Ik denk het ook dat is geweest. Mm-hmm. Alleen dat heeft ze naar mij nooit kunnen laten. Ze heeft het naar mij nooit kunnen laten zien. Mm-hmm. Omdat ze altijd dat geheim in haar hart heeft bewaard. Mm-hmm. Dus ze heeft naar mij nooit, die stille liefde heeft ze nooit naar mij kunnen laten zien. En ik heb er in aanvang ook niet achteraan gegaan. En waarom niet? Omdat ik had gewoon die moeder. Toen dacht ik, nou ja, die vader is niet zo belangrijk. En dat komt wel. Mm-hmm. Maar al naar gelang je daaraan gewend bent en je weet wie je biologische moeder is, denk je, ja, maar ik wil ook wel weten wie mijn vader is. Mm-hmm. Toen ben ik naar haar toegegaan in Ierland en ik heb met haar gesproken, best heel lang. Ik ben op bezoek geweest. Het was een heel fijn bezoek. Heel moeizaam in het begin. Ik heb een heel moeizame relatie met haar. Mm. Nu geen meer, maar toen een hele moeizame relatie. En elke keer als ik dan weer begon, ja maar, hè, je bent toch, ik ben niet van de Heilige Geest. Hè? Je bent gewoon met een man geweest en je hebt mij daardoor gekregen. Mm. En dan draaiden ze haar hoofd om, een andere kant uit. En dan was het klaar. En dan werd er niets meer gezegd. En dat heeft ze tot voor 4 jaar geleden volgehouden. 4 jaar geleden? 4 jaar geleden pas, na heel lang. Ook heel veel gezegd, als je doorgaat ben je mij kwijt, dan wil ik geen contact meer. En dus dan, ik ben ook steeds loyaal geweest aan haar. Ik heb ook steeds gedacht van, nou ja, dan maar niet en dan maar niet. En toen ben ik uiteindelijk toch zelf op zoek gegaan, dat was toch een drang. Maar zij heeft wel eens een klein beetje toegegeven? Zij heeft nooit aan mij toegegeven tot voor 4 jaar geleden. Ja. En toen hebben wij het, op een middag ben ik weer naar haar toe gegaan, het was heel nerveus. En toen hebben we tegenover haar gezeten, mijn man en ik. En toen hebben we haar nogmaals een keer voor de 100.000ste keer, denk ik, diep in de ogen gekeken. Mm. En gezegd van, nou, maak jezelf vrij en maak jezelf los van alles wat je hebt en zeg het. En dan kun je ook verder met je leven. Met je heel leven. Hoog. Ja, het is 89. En toen heeft ze uiteindelijk, toen hebben wij gezegd, was je zwanger, was je zwanger van hem? En toen zei ze, ja, ik was zwanger van hem. Maar ik was nog zo'n naïef meisje. Wat ze overigens later weer heeft teruggehaald. Toen zegt ze van, ja, ik heb het een beetje in andere bewoordingen gezegd. Nou ja. Zij was een hoge vrouw, zij hebben respect voor hem. Ja. De twee hebben twee geheim samen, dat mag niet naar de buitenwereld. Maar u bent hier gekomen. Dan laat de wereld zien wie u bent. Ja. De lieve kind van mama's buik is nu de wereld zien nu. Wat mooi. En u bent nu tevreden dat u hebt gevonden wie uw vader is? Ja, kijk, het was mijn, ook wat het boek wat ik geschreven heb, dat is natuurlijk in eerste instantie een adoptieverhaal. Mm. En ik heb steeds geprobeerd om mensen die zelf een kind hebben geadopteerd en die op zoek zijn naar hun biologische ouders, om hen een hart onder de riem te steken en om te zeggen, ga door, stop niet, bij wie je ook uitkomt, waar ik ook ben. Ik ben dan toevallig bij deze man uitgekomen, dat is natuurlijk heel bijzonder. En daarom kom ik nu op plekken waar ik misschien anders niet gekomen zou zijn. Maar de essentie is,
adoptie en doe daar wat mee. Als je graag wilt wie je bij je wil zoeken, wie je biologische ouders zijn. Of wil weten wie je biologische ouders zijn. Ben u niet bang dat u weet precies wie uw vader is nu? Ben u niet bang dat je loopt alleen op straat, dat iemand gaat jou, gaat u gekker maken of zo? Nee. Oké. Okay. Nee. Ik krijg er wel bescherming voor. Ik ben daar niet bang voor. Okay. Ik ben eigenlijk nergens bang voor. Wauw. Dat is heel mooi. Dat is heel Nou, heeft u dan contact dan met de royalty, met de royal family? Nee. Nee. Oké, okay, dat is goed. U laat hun rust en uw leven op een goede weg. Ja. U weet precies wie uw adoptieouders is, de liefste ouders in heel wereld. Ja. En uw moeder is ook de liefste moeder in heel wereld. Het is bijzonder. Het is bijzonder voor haar wat u vertelt nu in de wereld. Over voor uzelf. U bedoelt voor mijn biologische moeder? Ja. Maar ze is er niet zo blij mee. Ze was er niet zo blij mee. Nee. En ik heb daardoor ook geen contact meer met haar. Ze heeft 4 jaar geleden met mij het contact verbroken. Mm-hmm. Dus ik heb totaal geen contact meer met haar. En nu ook een beetje een laag pitje met mijn biologische zussen of halfzussen. Ze willen haar beschermen, dat begrijp ik. Ze nemen haar in bescherming en daardoor... Zij vinden het niet prettig dat ik op welke manier dan ook naar buiten kom met mijn verhaal. Oké. Okay. Is een hele mooie verhaal. Dank je wel dat u bent hier vandaag. We gaan niet doorgaan de verhalen over uw biologisch vader. Ik heb ook respect voor de royalty family. En u hier, ik heb respect dat u komt hier te vertellen uw verhaal. Naar de wereld, wie u bent. En ik bedank ook de wereld, wie kijken naar ons vandaag. Dank je wel. En voor de kijker naar ons toe, naar de heel bijzondere dame vandaag. En ik weet precies, haar leven gaat op een hele goede weg. En zij wordt ook beschermd bij de beschermengelen, waar zij gaat, overal in de wereld, zij wordt beschermd. En ik weet precies, haar biologisch vader beschermt haar ook in de wereld. Dank je wel en bedankt voor de kijker. Welkom, lieve kijkers, bij Aloha Spiritual. En jullie hebben dit eigenlijk nog niet gezien. Misschien één keertje in het verre begin, dat we samen, Almata en ik, op het filmpje te zien zijn. Wij willen nu een kerstboodschap uitdragen.